We staan hier op het proefveld van de WUR, de Wageningen Universiteit Research Centrum in Lelystad. En wat ze hier dus doen is in de praktijk op het akker testen van hoe werkt geïntegreerde teelt in de akkerbouw. We laten akkerbouwers en adviseurs zien wat is geïntegreerd telen. Daar heeft iedereen een eigen beeld bij. Maar de kunst van vandaag, en die we later natuurlijk ook thuis bij de akkerbouwers op de bedrijven zelf toegepast willen zien, is leg ik die puzzelstukjes op de juiste manier bij elkaar, zodat we uiteindelijk een plaatje hebben waarmee we kunnen werken. Ik maak altijd de vergelijking met de, laat ik maar zeggen, de deken van gewasbescherming die we 30, 40 jaar terug hadden. En die is steeds dunner geworden. Er beginnen nu echt gaten in te vallen, afhankelijk van de teelt en het jaar en de situatie. Dus de urgentie is daar. En laten we op basis daarvan gewoon open het gesprek aangaan vandaag. Er zijn allerlei instrumenten van verschillende pijlers, verschillende aanvliegroutes om dat probleem van middelenreductie, middelenafhankelijkheid te kunnen reduceren. En dat was ook de insteek van deze proef. Dat is dan ook wel wat er ook wel uitkomt, dat het veel vlakken daar vrij dicht tegen het reguliere, tegen het referentiesysteem aankomt. Een paar procent minder nog, maar dan hebben we goede hoop dat het nog dat we dat gaan halen en daarom ook de uitdaging om dit ook door te zetten. Als die proef is afgelopen, om ook de sector bijvoorbeeld in de publiek-private samenwerkingen te zien dat ze dat door kunnen pakken naar de toekomst. Nee, het gaat niet snel genoeg, het gaat nooit snel genoeg in zo'n geval. Hè. Maar ik denk, gezien de omstandigheden die we hebben, doen we alles om mee te denken. Er komt verandering aan en aan die verandering zul je toch moeten gaan denken en meewerken. Je hebt dan echt bij een discussie, dialoog over wat werkte nou en wat werkte niet. En wat hier ook altijd een beetje, toch een beetje zoeken is van wat werkte nou nu al en wat werkte nou nu nog niet. Maar misschien zijn er toch nog steeds dingen die handig zijn over 5 of 10 jaar. Dat is ook vaak met dit soort onderzoek. Dan heb je natuurlijk ook tijd nodig om dingen te kunnen aantonen. Positief of negatief. Dat kan allebei eruit komen natuurlijk. Dit geeft toch weer vernieuwende inzichten op bepaalde aspecten. Om het echt, de teelt als een geheel te zien. En dat je dan van de ene kant de ziekte en de plagen naar de onkruidbestrijding dat allemaal bij elkaar brengt. En op die manier tot een robuustere teelt probeert te komen. De vraag is en blijft, heb ik op de korte en de langere termijn nog een rendabele teelt? Nou, dat is het belang van geïntegreerd telen. Met elkaar kijken naar die toekomst en wat voor stapjes kan ik nu al nemen om ervoor te zorgen dat ik rendabel blijf telen. Natuurlijk, uitdagingen zijn er. Maar ik heb er volste vertrouwen dat ook de motivatie er is om daaraan te werken. Dus met z'n allen, we hebben allemaal hetzelfde doel in de verte, die stip. Dus,